Ik ben Joukje Wiebinga. Ik was 15 toen ik in april 1940 ging werken in de linnenkamer in het Rotterdam Hospitium in de duinen bij Katwijk. Er werden daar tuberculosepatiëntjes uit Rotterdam en de omgeving verpleegd. Op 10 mei 1940, om vijf uur 's ochtends, schrok ik wakker van lawaai, zware vliegtuigmotoren, knallen van geweren. Ik sprong uit bed om te kijken. Ik zag zwarte vliegtuigen met haken kruisen. De oorlog met Duitsland was begonnen. Het was die dag een bloedbad met veel doden en nog meer gewonden. Het was een enorme schok voor me. Al die Nederlandse en Duitse jongens, dood of er heel slecht aan toe. Ze waren maar een paar jaar ouder dan ik. In november 1942 moesten we weg uit Katwijk. We gingen met de trein naar Groningen en daarna naar Paterswolde. Het was ver weg van mijn familie. Dat vond ik heel moeilijk. In Paterswolde kregen de patiënten en het personeel een plaats in het familiehotel en de directe omgeving ervan. Ons werk ging gewoon door in oorlogstijd. Maar het werd wel steeds zwaarder. Op 13 april 1945 in de ochtend hoorden we regelmatig knallen en veel lawaai. Bij het familiehotel hadden we al strobalen rondom op elkaar gestapeld tot de tweede verdieping om de rondvliegende kogels op te vangen. Op de muren waren rode kruisen geschilderd om te laten zien dat er een hospitaal was. Die middag zaten we met de meisjes van de linnenkamer zwarte sokken te stoppen op het weiland. toen het bericht kwam dat de bevrijders eraan kwamen op de hoofdweg, weg naar Groningen. Opeens zag ik mijn vriend Jacob Kruijer uit Eeldewolde langskomen. We liepen een eindje op, tot we ons wild schrokken van een grimmig uitziende Duitse soldaat die op ons afkwam. Jacob sprong op zijn vies en riep: Aju! En ik zelf rende, alsof mijn leven ervan afhing terug naar het familiehotel. Toen ik net midden was, waren daar opeens de eerste lege voertuigen. Ze stopten. Canadese soldaten kwamen binnen en deelden chocolade en sigaretten uit. Verpleegsters en soldaten dansten in de eetzaal. De kinderen waren door het dolle heen. We waren vrij en we konden weer terug naar Katwijk, naar huis. Terug in Katwijk miste ik Jacob heel erg. Daarom ging ik eind 1945 terug naar Eeldewolde. Daar bleef ik en ik ging verder met hem, mijn reisgenoot voor het leven.